Op maandag 20 maart vond de vierde editie van de Stappen en Shoppen Awards plaats in de Grote Kerk. De awards zijn bedoeld als stimulans en erkenning voor de ondernemers die een belangrijke bijdrage leveren aan de regio. Ik kan me voorstellen dat je heel erg lang bezig bent geweest om dit te organiseren. Hoe is zo'n avond voor jou? Wij leven er heel erg naartoe. In eerste instantie kijk je er heel erg naar uit. De dagen voor het evenement wordt het iets spannender. Hè? Dus dan zit je tot laat op kantoor om de laatste dingen te regelen. En nou ja, gedurende een dag zit je een beetje in een roes waarin je alles goed probeert te laten verlopen. En als het dan eenmaal aan de gang is, zoals nu, en wij zien hier bijna 1000 man in zo'n zaal, dan is het eigenlijk alleen maar genieten. Dadelijk nog even het podium op en daarna is het voor ons ook feestvieren. En wat het voor ons is, het evenement is voor ons een viering, voor ons afsluiting van een hele drukke periode, waarin we heel hard werken aan de nieuwe magazines. En we vinden het dan waanzinnig dat we dat kunnen vieren met al die partners, horeca, retail, letterlijk 1000 gasten, die dat met ons samen vieren. Tijdens de awardshow werden de winnaars in verschillende categorieën bekendgemaakt. Daarnaast waren er 4 ultieme winnaars. Beste restaurant, beste uitgaansgelegenheid, beste hotel en beste winkel. Hoe is het om deze prijs te winnen? Ja, natuurlijk fantastisch. Je hoopt het, je rekent er niet op. Maar dan is het wel heel gaaf als je hem pakt. We zijn wel een beetje verwend geweest afgelopen jaar. Maar dan is het ook wel supercool als hard werken en inzet beloond wordt. En dat Breda je dat ook gunt. Dus dat is super gaaf. Gaat het winnen van de Stappen en Shop Award iets veranderen voor jullie? Ja, zeker. Het is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Maar de lat wordt nu nog hoger gelegd, want nu moeten we vasthouden wat we hebben. Dus iedere gast die nu komt, mogen we niet teleurstellen. Dus de lat wordt zeker hoog gelegd en dat is wel onze uitdaging. Met een spetterende dansshow werden vervolgens nieuwe Stappen en Shoppen magazines uitgereikt, waarna het feest kon beginnen.